Maar ik ga niet elke keer in zo'n situatie als dit zitten. Daar heb ik geen zin in. Ja, ik volgens mij ook een deel. Terwijl ik me echt best wel kan herinneren dat ik bij het grootste gedeelte bij ben geweest. En toch snap ik het allemaal niet heel erg. Zelfs ik snap het niet. Dus begrijp dat je het niet snapt. Maar jij gaat niet meer doen, de Hollandse avond? Nee, op deze manier heb ik daar geen zin in. Ik ga niet elke keer dat mensen zich beledigd voelen of weet ik veel wat. Ach, daar heb ik geen zin in. Als Maris heel graag een Hollandse avond wil organiseren, dan moet ze dat gewoon lekker doen op haar manier. En dan ga ik niet elke keer in dit soort situaties terecht. Maar ze voelt zich niet betrokken genoeg. Dat is het waarschijnlijk. Ik weet zeker dat ze nu boos is omdat jij meekijken was. Dat ik met jou dat aan het bespreken was. Ja, of omdat jullie zelf al de hele tijd bezig zijn met artiesten. Ik weet niet in hoeverre je het met haar hebt overlegd. Nou, weet ik niet. Ik ben gewoon een planning aan het maken. En daarna konden we dat toch bespreken. Maar heb je die planning met Maris gemaakt? Wat? Heb je die planning met Maris? Nee, Maris heeft toch artiesten geregeld? Maar waarom denk je dan dat Maris gepikeerd is omdat ik meekijk? En niet misschien omdat jij haar niet betrokken hebt bij het maken van de planning. Dat zou een combinatie zijn. Oh, oké, dus het ligt onder andere aan mij. Ik denk dat jullie het in jullie combinatie, als ik jullie zo rond zie lopen, dat jullie het echt bij jezelf moeten gaan zoeken. En vooral niet met dat ik meekijk naar de planning. Ach, meneertje voelt zich weer persoonlijk aangevallen. Nee, maar het is toch een beetje een raar verwijt. Ja, het is toch ook geen verwijt naar jou? Nou, dat is wel. Oké, nou ga lekker roken, Jess. Anders ga ik. Ik bedoel, ik vind het niet heel erg leuk om te horen dat ik de reden zou zijn volgens jou dat Marissa nu zo bij zit. Okay. Terwijl ik me daar niet in kan vinden. Ja, dat is dan toch niet mijn probleem. Dat ligt dan toch aan jou of aan Marissa. Want wanneer hebben jullie voor het laatst overleg gehad hierover? Met z'n drieën? Weet ik van Jess. Ik wil roken. Dat is het enige waarom ik hier zit. Ik vind het een beetje bijzonder. Gerb, jij check. Check. Of ik die van Merel niet te gebruiken? Die heb ik aan jou gegeven? Oh, dan ligt die in de rookcel, denk ik. Wat een drama. Kan dat nou met Charlie doen? Nee, niet met Charlie. Maris. Ja. Ja, die is, daar is iets aan de hand. Ik pak de check zelf wel even, maar denk ik. Er niet over praten en ik weet het allemaal niet. Maar dit is altijd als hij iets... Nou ja, snap je, dankjewel. En dat is de enige reden waarom ik nu zeg, ik ga op deze manier geen feest organiseren. Ja. Ik ga het al lekker zelf doen. Ik zeg dat net tegen Jess. Ik zeg, ik ben niet boos, ik ben niet beledigd, helemaal niks. Maar dit gaat ten koste van mijn eigen humor. Ja. En daar heb ik gewoon geen zin in. Nee, want kijk waar ze nu naartoe lopen. Ik denk richting de tent. Ja joh, ja. Maar dat is elke keer zo. En ik weet namelijk wel, ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Wij gingen een Hollandse avond organiseren. Maar Riz komt naar mij toe. Meer, jij vindt feestjes organiseren.